gezellig, ziet er weer gezellig uit, de volle gangen. En gewoon in de rij staan voor koffie. We zijn echt super blij dat het allemaal weer kan en dat iedereen naar school kan. En dat we weer muziek mogen maken. Blij dat ik weer aan de slag kan. En ik denk als iedereen goed ermee omgaat. Ik bedoel, ja, het is persoonlijk, ik ben zelf wel gevaccineerd. Dus dat scheelt misschien ook dat ik me niet heel erg druk om maak. Maar ik maak hem er niet druk om. Het meeste kijk ik naar uit als ik weer zo'n klas voor me zie. Met studenten die waarschijnlijk ook zin hebben om te beginnen. Want ze hebben hiervoor gekozen. Ja, en dan gewoon je les draaien. En dan dat de reactie van de studenten zien als je wat uitlegt. Dat is eigenlijk het leukste. Dat de bacteriën allemaal op de bodem zitten. Zie je dat? Je ziet heel veel blije studenten, heel veel blije docenten, dat we weer fysiek onderwijs mogen geven. Natuurlijk wel op een veilige manier, maar ja, onderwijs vindt toch het beste plaats gewoon fysiek in het klaslokaal. En we zijn heel blij dat dat weer kan. We gaan nu het laatste proefje doen. Desinfecteren. Hoe meer studenten zich laten vaccineren, hoe beter. Het is wel zo dat in Nederland er geen vaccinatieplicht is. En dat betekent dat wij ook wettelijk iedereen moeten toelaten of je nu gevaccineerd of niet gevaccineerd bent. Maar de oproep is aan alle studenten geweest en we zien ook dat heel veel studenten daaraan gehoor hebben gegeven om zich te laten vaccineren. Schubkarpertje. Echt die open bek laat ook zien dat hij zuurstofgebrek heeft. Avocado onderzoekt al jaren wat er allemaal leeft en groeit in de Leidse grachten. Polderparkbewoner Rob van Rooyen vroeg er eens te kijken naar het leven in Park Kronenstein. Beiden denken nu dat de rivierkreeft alle waterplanten wegknipt, waardoor er zuurstoftekort ontstaat. Ik had de indruk, weet je, als er geen waterplanten zijn, dan is er ook geen zuurstof. En er zijn vooral grote vissen die veel zuurstof nodig hebben. Die kleinere vissen die kunnen we wat minder toe. Ik denk dat het, en dat blijkt ook wel uit net de bevinding van Aaf, dat die bek van die karper helemaal open staat, dat ze door verstikking om het leven gekomen zijn. Er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat er toch nog iets anders aan de hand is. Dat kan je niet uitsluiten, maar dit is in ieder geval wat ik denk. Oh ja, die is XL. En die is aan het ovuleren volgens mij, dus die is klaar voor de nieuwe leg deze herfst. In die sloten van het polderpark blijken behoorlijk veel Amerikaanse rivierkreeften te zitten. En wij denken dat deze rakkers de oorzaak zijn. Zij knippen alle waterplanten af die nog enigszins zuurstof kunnen produceren. En ik denk dat het een beetje de druppel was die de emmer deed overlopen. Dat er nu in 24 uur meer dan 25 dode karpers zijn gevonden. Maar het Hoogheemraadschap van Rijnland wil die conclusie niet zo snel trekken. Er wordt nog onderzoek gedaan, maar de experts van het waterschap denken eerder aan een karpervirus. De rivierkreef komt eigenlijk overal in ons gebied voor. In behoorlijke aantallen ook. Dus ja, ik veronderstel dat ze hier ook in behoorlijke aantallen zitten. Maar niet per se verantwoordelijk voor de vissterfte? Zeker niet per se verantwoordelijk voor de vissterfte. En zeker niet op dit moment zonder een aantal andere dingen te hebben uitgezocht. U zegt het is te ingewikkeld om meteen een schuldige aan te wijzen. Ja. Ja, en dat is wel met heel veel dingen in het leven zo. Je ziet wel dat het gaat leven. Het gaat heel erg leven al 3 oktober. Alleen we leven in een enorme onzekerheid eigenlijk. Want hoe gaat het feest eruit komen te zien? Haring en wittebrood zal er zijn. Maar echt uitbundig gaat het vanwege corona nog steeds niet worden. In Leiden wordt ondertussen druk gespeculeerd wat er wel en niet mogelijk is tijdens de viering. Nou, als het de reveille doorgaat en het koraalmuziek doorgaat en de tapto en de optocht, dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Ja, waarvoor kan het niet doorgaan als iedereen is gevaccineerd? Dan heb je geen vertrouwen in je vaccin. 2 dagen losgaan zit er ook vorig jaar al niet in. Toen was het feest vooral digitaal en alleen in en rond het huis. Dit jaar zijn, zover nu bekend, de kroegen wel open, maar zonder bandjes die met versterking spelen. Wel zijn er bandjes en dj's die op boten door de grachten varen. Ik vind het eigenlijk wel helemaal prima. Het is jammer dat we geen tap buiten kunnen zetten. Maar goed, we hebben een groot terras en dat is misschien ook nog wel gewoon hartstikke gezellig om lekker op te zitten. We lopen toch altijd wel een paar keer een rondje over de kermis.
En vooral de kamelenrace mis ik dan. Want dat is het leukste spel van de kermis. Ik persoonlijk denk, ondanks dat ik een heleboel geruchten hoor dat hij niet doorgaat, dat hij in beperkte mate toch wel doorgaat. Dan zal hij kleiner worden. Kermis is natuurlijk een heel belangrijk kurk voor de vereniging. Want daar komen de inkomsten uit. Dus ja, ik denk misschien een kleine aangepaste kermis. Als er überhaupt dingen doorgaan. Hè. Waarschijnlijk weten we morgen meer. Het gaat door. In een speciaal ingelaste persconferentie maakte Bettina van Klaveren van de 3 Oktobervereniging en wethouder Yvonne van Delft vandaag bekend hoe de viering van Leids Ontzet er dit jaar uitziet. We willen de mensen niet allemaal op één plek, namelijk allemaal op de kermis of allemaal bij de Nieuwe Rijn. We willen juist kijken of we op meer plekken dingen kunnen organiseren, zodat er eigenlijk van de stad, de mooie stad die we hebben, gewoon beter gebruik gemaakt kan worden. Nou, we hebben al eerder gezegd dat we daarom de muziek op boten zeg maar gaan plaatsen. Die varen door de stad heen, overal waar water is, om toch gezelligheid in de stad te maken. Maar wel te zorgen dat mensen niet op één plek blijven hangen, maar dat je wat meer doorloop krijgt. Voor de cafés die niet aan het water liggen, daar kan er wel muziek komen. Betekent wel dat het een wat lage milieucategorie is, hè. Dan hebben we het over 2A, maar er kan daar wel wat. Dus de suggestie dat er niks meer zou kunnen, ja, daar wil ik echt ver weg van blijven. Volgens mij wordt het een hartstikke mooi feest. Voor het andere waar we rekening mee moeten houden is natuurlijk de coronamaatregelen zoals ze nu gelden. En het belangrijkste is daar de kermis. De kermis zal kleiner worden dan wat we de andere jaren gewend zijn, omdat de kermis ook in jargon afgehackt moet worden. Dat betekent dat je met testen voor toegang de kermis in kan en dat we het Schuttersveld leeg zullen laten en ook het stationsgebied, dus het station, de stationsweg, zal niet meegenomen worden, omdat we een overzichtelijk terrein moeten creëren waarbij je echte plekken hebt waarbij je kunt testen voor toegang en het kermisterrein op kan. Dat betekent dat je daar dus niet de 1,5 meter hoeft te houden. En het is een doorstroomlocatie, dus mensen kunnen gewoon doorlopen. Het tweede wat we gaan organiseren is het Leidens Ontzet Festival. Dat is het jongerenfeest. Het jongerenfeest zal gaan plaatsvinden in Park Matilo. Dat wordt georganiseerd door het team van PUUR, PUUR Festival. Dat feest is toegankelijk voor 15 tot en met 28-jarigen. Uit de regio van Leiden. Er is in ieder geval plek voor 6.000 bezoekers. Het is wel zo dat tot nu toe voor evenementen een maximum aantal deelnemers van 750 deelnemers geldt. We zullen dus moeten kijken of we uiteindelijk dit feest door kunnen laten gaan. Dat hangt natuurlijk af van het aantal kaarten wat verkocht is, maar ook van de maatregelen. Wij hebben de fingers crossed op versoepelingen, zodat er echt veel meer jongeren daar ook daadwerkelijk in kunnen. De traditionele optocht gaat niet door, maar voor een taptoe ziet de organisatie wel mogelijkheden. Ja, want dat zei ik ook. We proberen, en daarom hebben we ook zo'n mooi thema, dat is veerkracht. We proberen toch, met de kennis van vandaag zou je eigenlijk zeggen dat kan niet doorgaan, want die 1,5 meter, beste 3 Oktobervereniging, die moet je handhaven. Maar daarvan hebben we gezegd, laten we nou toch kijken of we die toch door kunnen zetten. Met een beetje fingers crossed, zoals Yvonne net zei, dat de maatregel van 1,5 meter komt te vervallen. En dan kan die doorgaan. Met een kleine kanttekening is dat we zeggen van hij kan niet op de reguliere manier door de stad heen marcheren. Maar dan gaan we naar een alternatieve route kijken. En dat moeten we samen doen met de gemeente Leiden. Er zijn natuurlijk nog meer onderdelen die je nu nog niet hebt genoemd. Maar die misschien toch niet allemaal door kunnen gaan. Bijvoorbeeld zo'n pleintaptoe. Pleintaptoe gaat door. En het goede nieuws is dat doen we op 3 oktober op het Garenmarktplein. En dat feest wat jullie normaal op de Garenmarkt doen? Nou, dat is op 2 oktober. Dat hebben we eigenlijk al eerder door laten schemeren. Dat we zeggen van nou, oké, in de stad mag er nu eenmaal niet zoveel georganiseerd worden. Dan zou het heel vreemd zijn als wij op 2 oktober daar zelf wel een heel groot feest gaan organiseren. Dus daarvoor hebben we al vrij snel gekozen van die laten we vallen. Kijk, het makkelijkste is te zeggen, nou, we doen gewoon niks. Want het kost niks, heb je ook niks. Wij hebben gezegd, wij vinden 3 oktober zo belangrijk voor de Leidenaren, ook na deze tijd al ruim 1,5 jaar COVID.
En als er dan wat kan, dan willen we dat ook gewoon met z'n allen doen. Ook gewoon, ik wil het niet dramatisch maken, maar ook te laten zien van dat je er niet onder laat krijgen. Dit kan zo meteen gewoon en wij gaan gewoon, ik ben wat optimistisch van aard, we gaan ervan uit dat er gewoon een hele hoop kan. We beginnen met borstvoeding te geven en na een tijd gaan we de fles geven en zo. En dan gaan we ze leren lopen en straks elke keer een klein beetje verder. Tom en Clarita Holswilder zijn niet in blijde verwachting van een baby. Na bijna 40 jaar hebben ze woensdag afscheid genomen van hun koetshuis de Burgt. De zaken gaan heel goed. Je merkt gewoon dat je ouder wordt en ik heb wat hartklachten en dat doet me wel besluiten om een stapje terug te doen. En je merkt gewoon, je wordt ouder en eigenlijk dat is eigenlijk de grootste reden. De Holswilders gingen op zoek naar een geschikte opvolger en kwamen uit bij 3 Leidse ex-profvoetballers. Nou, de ervaring die zit merendeels bij Barry. Dat is iemand die al jarenlang in de horeca heeft gewerkt. Ik heb redelijk wat ervaring. Maar ik moet zeggen, we zijn natuurlijk ook omringd met een fantastisch team. Het bedrijf is al natuurlijk al gewoon lopend. Dus we hoeven er niet veel aan veranderen. Het is een begrip. We willen ook gewoon de mensen blijven behouden die al komen. Maar we willen ook nieuwe mensen verwelkomen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En het zijn 2 bedrijven, zoals je ziet. Het is niet alleen maar 1 kant. En we hopen daar dus ook door andere activiteiten te ontplooien dat er ook andere mensen op afkomen. En meer leven in de brouwerij eigenlijk. En voor wat voor soort activiteiten spreek je dan? We hopen door misschien in de weekenden een band uit te nodigen, maar misschien ook andere activiteiten, culturele activiteiten. We kunnen ook kijken voor bijvoorbeeld, we zijn bezig om eventueel comedyavonden te organiseren. Maar zo zijn er veel meer ideeën die nog bij ons opkomen. En we hopen dan door dit aan te pakken dat we daar ook echt verandering in kunnen brengen. De voormalige eigenaren zijn nog niet helemaal weg uit de Burgt. Nou, voorlopig geef ik dat kindje nog elke dag borstvoeding, want we zijn nog elke dag erbij betrokken allemaal. En dat is ook een van de redenen waarom het zo leuk is hoe het gaat nu met de jongens. We zijn er gewoon elke dag nog en dat is alleen leuk. Alleen ik heb me niet meer de eindverantwoording. Volgend jaar geven de Holswilders nog een groot afscheidsfeest in Las Vegas-stijl. Daarna moet de Burgt het zonder hen doen. Hallo, hier wonen wij met z'n 3. Kom vooral gezellig binnen. Tirza, Elsin en Hanna zijn afgestudeerd en hebben elk een betaalde baan. Toch wonen ze nog altijd in een studentenwoning aan het Leidse 5 Meiplein. Op zich bevalt dat goed, maar de starters hebben voor hun gevoel geen andere keus. Ik zeg altijd, de optie die we hier hebben is niet de ergste. We hebben het hartstikke gezellig met z'n 3. Maar als onze huurbaas om een of andere reden zegt, ik ga dit verkopen of ik ga hier aan andere mensen verhuren, dan hebben wij eigenlijk alle 3 geen andere optie. Dan kunnen wij nergens naartoe. Als ik hier weg zou moeten, zou dat betekenen dat ik waarschijnlijk weer bij mijn moeder zou moeten gaan wonen. Omdat ik een te klein budget heb om ergens anders terecht te kunnen. Huurhuizen zijn te duur, koophuizen al helemaal. En dan moet ik hen ook nog eens verlaten. Dus dat is allemaal heel vervelend. Mijn hele sociale leven is in Leiden. En mijn werk zit in Amsterdam. Dus terug verhuizen naar Rotterdam of ergens anders waar ik het kan betalen is eigenlijk gewoon in alle situaties heel erg vervelend en onhandig. Makelaar Ralf Lek legt uit wat er op de Leidse huizenmarkt aan de hand is. Het heeft allemaal te maken met doorstroming. Iemand die huurt, maar niks leuks weet te vinden, zal nooit weggaan. En iemand die in een groter huis woont en geen alternatief geboden krijgt, zal nooit weggaan. Dus als het stilstaat, dan zal er verder niks gebeuren. En dan zal het alleen maar meer worden. Er is woningnood. Dus zorg dat daarin ook mogelijkheden worden geboden. En wat moet er nou gebeuren om dit op te lossen? Ik weet niet of er 1 oplossing is voor dit probleem. Maar ik zie wel in dat er een ontzettend groot tekort is aan sociale huurwoningen op dit moment. Er wordt heel veel gebouwd voor mensen van de hogere segmenten in de samenleving. Omdat dat voor projectontwikkelaars denk ik gewoon interessanter is. Dat betekent dat heel veel mensen zoals wij in dezelfde situatie terechtkomen niet kunnen verhuizen naar de woningen waar ze terecht zouden kunnen komen of zouden willen wonen. En dat is gewoon zonde. Naast het bouwen van woningen, zeker in het segment waar veel behoefte aan is, denk ik ook dat er niet alleen naar het bouwen gekeken moet worden, maar ook naar de sociale huurkant gekeken moet worden. Nou, waar ik persoonlijk toch wel moeite mee heb, is dat iemand die bijvoorbeeld 2 verdiener is en in de sociale woning
woont, en scheef wonen zoals we dat noemen, dat daarin geen doorstroming plaatsvindt. Persoonlijk vind ik dat het dat inderdaad als je iets kan kopen, maar omdat je goedkoop huurt, dat je daarin ook een bepaalde groep belemmert. Ik denk dat er sowieso meer nagedacht moet worden over het maken en renoveren van huizen voor de onderen en de lagere en de middelste segmenten. Want op deze manier is het gewoon niet te doen. Burgemeester Henri Lenfrink bracht vrijdag een bezoek aan de prikbus op het Kooiplein in Leiden. De GGD-bus staat er voorlopig iedere vrijdag. Het is de eerste plek in Leiden waar je zonder afspraak gevaccineerd kunt worden tegen het coronavirus. Ja, dat is hier voor het eerst. Het is natuurlijk op sommige andere plekken al wel een paar keer eerder gebeurd. Maar hier in Leiden hadden we natuurlijk de grootste locatie van de hele regio. Dus daar zijn we niet mee begonnen. Maar het is nu ook wel de bedoeling om wat meer dieper in de wijken te komen. Zodat je direct in contact komt met de mensen die om welke reden dan ook zich nog niet hebben laten vaccineren. Dan komen we wel bij de mensen in de buurt om op die manier de drempel te verlagen. En is het Kooiplein en deze wijk dan een plek in Leiden waar dat nodig is? Ja, hier zijn de cijfers ietsje slechter dan gemiddeld. Dus het is ook nuttig dan om hier te gaan staan, want dan heb je iets meer kans om mensen goed te kunnen overtuigen. We staan naast de Turkse moskee. Ik zag u net al eventjes met de voorzitter praten. Hoe gaat het daar? Eigenlijk, de moskee die roept ook steeds op om mensen om zich te laten vaccineren. En die doen dat ook heel goed. En we hebben net nog even met elkaar van gedachten gewisseld wat we nog zouden kunnen doen om de gemeenschap nog extra te bereiken. Dus daar gaan we de komende tijd ook nog bij stilstaan. Jullie staan in Leiden-Noord vandaag voor het eerst. Hoe lang blijven jullie hier? Zolang het nodig is, zolang er nog steeds mensen gaan komen. We zien in de praktijk vaak dat de eerste keer zijn het er een minimaal aantal. Die vertellen het door. De tweede keer zijn het er meer. En de derde keer is het meestal dat die helemaal vol zit en dat we er 240 op een dag doen. Daar gaan we hier eigenlijk ook een beetje van uit. En zolang we daar grote aantallen voorbij krijgen, gaan wij blijven staan sowieso. Ja, want jullie hebben natuurlijk met deze manier van prikken al wat ervaring opgedaan in de regio. Klopt, we hebben dat in Katwijk zijn we ermee gestart. En daar zijn we nu al 6 weken achter elkaar en elke week zijn het er gewoon 240. En dat zijn grote getallen. En dat, daar hopen jullie hier ook op? Daar hopen we hier ook op, ja zeker. Ik ga ervan uit dat wij ook hier binnen een week of twee ook naar die 240 toe gaan. En dan blijven wij gewoon lekker staan totdat iedereen is geweest. De komende weken iedere keer op vrijdag? Altijd op vrijdag en altijd om 11 uur starten we. En we gaan door tot 5 uur en iedereen is natuurlijk welkom. En dan, ik denk het meest belangrijke, zonder afspraak. Je kan gewoon bij ons binnenlopen en we regelen het. Legitimatie meenemen en het is voldoende. Burgemeester Henri Lenfrink reageerde vrijdagmiddag op de beschieting van de Shisha Lounge in de Herenstraat in Leiden. Ja, Marrakesh Lounge is beschoten. En dat is voor mij ook aanleiding geweest om café met onmiddellijke ingang voor 14 dagen te sluiten. Dat is een spoedsluiting. En in die 14 dagen gaan we kijken wat we er verder mee gaan doen. De politie die doet natuurlijk in de tussentijd onderzoek, ook over de achtergrond daarvan. Nou, dat is eigenlijk datgene wat er speelt. Dat neem ik hoog op, want het is een gemengde buurt. Er wonen mensen veel in de buurt. Er zijn allerlei bedrijven in de omgeving. Dat willen wij in Leiden niet. Dus dan moeten we snel een eind aan maken. En zo'n sluiting, heeft die dan te maken met de eigenaar van dat pand of van dat bedrijf? Of meer met de omgeving waar het zit? Het café wordt gesloten, dus dat heeft consequenties voor de eigenaar van het bedrijf. Indirect natuurlijk ook voor de eigenaar van het pand. Maar het is vooral bedoeld om te voorkomen dat er op korte termijn zoiets dergelijks weer gebeurt. Kijk, mensen schieten niet zomaar op een pand. Daar zit altijd iets achter. Maar die sluiting is niet bedoeld als straf voor de eigenaar? Het is bedoeld vooral als bescherming van de omgeving. Dat is de primaire invalshoek. Maar er zit waarschijnlijk iets achter, want anders komen dit soort dingen niet voor. En dat willen we natuurlijk ook wel graag uitzoeken. Ja, de eigenaar is vandaag naar buiten getreden. Die zegt, nou, ik heb echt geen flauw idee wat er het zou kunnen zijn. Nou ja, dat kan zijn, maar wij zoeken het liever zelf uit. Die 14 dagen, is dat een termijn waarbinnen u gaat kijken wat er nou precies gebeurd is en wat er eventueel nog verder moet gebeuren? Of mag die daarna gewoon weer open? Ja, vooral dat we gaan kijken of er aanvullende maatregelen nog moeten komen daarbij. Het is niet zo dat die zaak voor altijd gesloten wordt? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Maar het zou kunnen? In theorie. Want het was ook niet de eerste keer, hè? Dit is volgens mij al de derde keer dat u hem sluit.
Ja, de eerste keer vanwege het niet nakomen van allerlei richtlijnen. De tweede keer vanwege het feit dat er forse overtredingen van de coronamaatregelen waren geconstateerd. En nu dit. En de buurt is het ook behoorlijk zat, begrijpen we. Nou ja, dat kan ook meewegen. Is er al iets bekend over de achtergrond of daders? Daar kan ik verder op dit moment niks over zeggen. Ik ga zwemmen in mijn Cardi Lemon. En een echte tijger is niet te temmen. De zomerhit van 2021 is in handen van een echte Leidse glibber. Mart Hoogkamer staat bovenaan de hitlijsten met zijn plaat Ik ga zwemmen in de Bacardi Lemon. Waar wil jij in zwemmen? In zwemmen? Bacardi Lemon. Ja. Een bad met rosé. Ja, dat is ook wel lekker. Dat is ook wel lekker. Een bad van chocola lijkt me wel lekker. Maar ik ga zwemmen in brandbier. En dan met je mond open zwemmen. Ja, gewoon een groot vat met bier erin en dan maar zwemmen, hè, van links naar rechts. Ik denk op het ruggetje en daarna zo omdraaien, een soort kwartslag. En dan zo vats, hoofd onder water, een soort synchroon zwemmen. De hele randen zou ik likken. En dan als ik de kraan aanzet, onder die kraan gaan hangen. Je hebt daar zo'n speciaal broekje voor, een brandbierbroekje. Zo'n speedo. Ja, zo'n speedo, ja, klopt. En daarvoor niet speedo, maar brandbier. Hè. Ik hoop niet dat je gaat vragen of we moeten zingen, want dat ga ik echt niet doen. In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Je staat achter de bar van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg. En niemand zal je krijgen, je bent toch echt van mij. En is er een leuk feestje, dan ben jij van de partij. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet te temmen. Wat zijn wij, tijgers? Nou, ja, af en toe wel. Nee, ik ben niet echt een tijger. Nee, zeker niet. Wat bent u nog wel? Een soort prinsesje. Hoezo heb ik dat meer als een mountain lion gezien? Een mountain lion. Als je gewoon op je doel afgaat, dan zijn ze wel een tijger. Rar. Rar. Hier, gelijk een reactie. Ik ga zwemmen in mijn Cardi Lemon. Je kijkt me aan, wat doe je met me? Ja, na al dat geouwe hoer over zwemmen, heb ik helemaal geen zin meer om een duik te nemen.